Voor het eerst levert de Magnum-centrale in de Eemshaven stroom. Als alle drie eenheden in gebruik zijn, gaat het om 1300 megawatt, goed voor 2 miljoen huishoudens. De koppeling aan het hoogspanningsnet is het sluitstuk van de bouw die vier jaar geleden begon. Bij het miljardenproject traden weinig technische problemen op. Maar het moment dat er daadwerkelijk stroom moet worden geleverd, blijft spannend. Ik ben natuurlijk, want de eerste euro's zijn binnengekomen. Dat is natuurlijk altijd eh, fijn als je een project doet dat 1,8 miljard euro gekost heeft. De vier jaar die de bouw van de Magnum duurde, waren niet voorzien. De bouw moest al snel worden stilgelegd wegens problemen met de vergunning. Het betekende 20 maanden vertraging. Ja, en die 20 maanden die haal je nooit meer in natuurlijk. Dat is eigenlijk toch wel de grootste tegenslag geweest. Het was een strop van 300 miljoen euro. Maar nu de eerste eenheid aan het net zit, gaat het in hoog tempo richting eindstreep. De centrale wordt opgeleverd door het Japanse Mitsubishi. Voor Dumoulin was de samenwerking met de Japanners nieuw. Japanners zijn weer helemaal anders. Uh, zijn op sommige gebieden wat meer gesloten. Nemen veel meer beslissingen gezamenlijk. Uh, maar ik vind het een boeiend. Ik vind het een van de grootste uitdagingen aan dit project. Die Japanners ontwierpen de modernste gascentrale in zijn soort... Zo is er zelfs een installatie die vissen die in de koelwaterleidingen komen, eruit haalt. En via een soort achtbaan weer terug naar het havenwater leidt. Voor de exploitatie is het belangrijk dat de Magnum met 57% rendement meer energie uit een kubieke meter aardgas haalt dan de concurrentie. Het verschil in rendement maakt of je draait of niet draait. Maar de gasprijs is nu zo hoog dat het de vraag is of de Magnum, als in april en juni de twee andere eenheden ook in gebruik worden genomen, continu gaat draaien. Maar de levensduur van de centrale is zeker 40 jaar. Lang genoeg om betere tijden af te wachten.